Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Paper Mysterie. En het mysterie vandaag komt weer uit de UK van Badger's Artisan Foods. Leuk logotje. Een mango en lemon. Badger's Artisan Foods is begonnen in 2016 met het maken van een Reaper saus, Carolina Reaper saus. Die heb ik ook. Maar deze mango en lemon zag er zo goed uit. Dat ik denk, daar beginnen we gewoon eerst mee. En dan doen we die Reaper saus later, daar vertel ik meer over. Ja, we gaan gewoon ruiken, proeven, ingrediënten plaatsen zoals altijd. We beginnen denk ik eerst met de ingrediënten. Ja. Daar zit in mango, citroensap, ui, azijn, gele superhotpepers, buchalocia, oftewel ghost pepper, olijfolie, knoflook, zout, citroenschil en korianderzaad. Ja, ben benieuwd. Ja, dat is leuk, jongens. Dat is beter. Dat is in ieder geval goed dicht. Die citroensap, die ruik ik het meest. Het fruitige van de mango denk ik ook wel, maar die citroensap, die ruik ik het meest. En azijn, denk ik. Een beetje de ui. Dat is het voornaamste wat ik ruik. We gaan gewoon proeven. Het is redelijk dik. Ik kan het zo in een bakje beter laten zien. Maar ja, het is redelijk dik, zie je wel. Er zitten ook allemaal stukjes in. Ik ben benieuwd. Ja. Die citroensap, die proef ik meer dan de mango. Mango proef ik ook. Best wel veel pepersmaak. Hier achter mijn keel. En voor mijn mond. Mijn hele mond een beetje. Het is wel zoet, maar niet heel zoet. Volgens mij heb ik geen suiker opgenoemd. Ik ga even kijken. Voor de zekerheid. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er geen suiker in zit. Het is zoet genoeg, maar het heeft iets fris-zuurigs door die citroensap, wat zoetig van de mango. Iets bitters van dat van de citroenschil, denk ik. Niet echt zout. Uitproef ik een klein beetje. Knoflook niet echt, maar als je hem weg zou laten, dan zou die wel opvallen, denk ik. En dat heeft een beetje, zal ik jullie laten zien, een beetje een gladde structuur. En dat komt ook, denk ik, omdat er olijfolie in is gebruikt. Zie je wel? Het is een beetje dunnig, maar het is wel gebonden, zeg maar. En een mooie gladde saus met toch allemaal stukjes peper erin.
Best pittig. Ja, de citroensap en de citroenschil, dat bittere daarvan. Denk ik dat ik meer proef dan de mango. Weet ik niet helemaal zeker. Er zit ook wel een zoetje aan die, waarbij je aan een mango denkt. Maar het is gewoon een mooie fruitige mix. En dan die stevige punch van die Superhot. En een beetje dat gladde, dat gebonden mondgevoel van die olijfolie, denk ik. Het is lekker, het is heel lekker. Ja, best warm. Ja, zou ik dit een 2 geven op hitte of een 2,5? Ergens tussenin. 2,5 op hitte, mijn schaal. 1 tot 10. Dus voor iemand anders 4, 5 punten hoger. Zit je op 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Als we dus uitgaan van die 2,5 met maximale score. 6,5, 7,5 dus. Voor iemand die minder pepers gewend is, of helemaal geen pepers gewend is, dan zit je echt wel in die, aan die 7, 7,5 denk ik. Voor deze mango en lemon van Batchers Artisanal Foods. Leuk. Lekker. Waar zou ik dit op gebruiken? Ik denk met kip samen. Kip en rijst of zo. Beetje de Aziatische hoek. In een salade. Een koude kipsalade of zo. Zoiets. Met vis. Ik zou zeg maar gewoon een sandwich. Een harde sandwich. Dan misschien gefrituurde garnalen. Dan deze saus eroverheen. Ja, dat zou ik wel doen, denk ik wel. Maar weer meer een beetje die zomerse lichtere gerechten. Ja, zeker. Koude gerechten. Weet je, dat frisse, weet je wel. Je kan het ook in een salsa gebruiken of zo. Een vruchtensalsa, weet je wel. Ja, is lekker. Dus bedankt, Lee van Batchers Arts and Foods uit de UK. Zeker een aanrader. Zijn website is net vernieuwd. Zeker mooi geworden. Ga er even op kijken. Link zet ik hier weer onder. Zou ik van nu zeggen, onthoud het als een man in de green coat. Zie ik jullie volgende keer. Doei!